is dit? Ik ben van gedachten veranderd. De afspraak was dat jij nooit meer contact zou zoeken met Sil en daar heb je je aan te houden. Dat bepaal jij? Dat heb je zelf bepaald. Jij hebt afstand gedaan. Ik ben zijn moeder. En ik ben de vader. Dan had je maar niet in die papieren moeten gaan rommelen. Jij bent de vader niet en dat zul je ook nooit worden. Als het aan jou lag, maar het ligt niet aan jou. Als jij mij daartoe dwingt, stap ik naar de rechter. Dat doe je niet. Oh, nou, daar zou ik me niet zo op rekenen. Ga weg. Wat doe ik hiermee? Met de scheiding ga ik akkoord. Met de rest absoluut niet over mijn lijk. Wegwezen, ja. Het spijt me voor je, Ludo. Maar Halfworks heeft de opdracht al in de pocket. Het is alleen nog een kwestie van een handtekening. De, hoezo? Van Marwijk. Die heeft contacten bij provinciale staten. Met alle respect, meneer Van Marwijk, maar dat is onzin. Halfworks gaat deze race verliezen. Dat zeg je steeds. Maar waarom zouden wij jou erop vertrouwen? Heren, ik begrijp dat jullie allemaal een hoop centjes hebben gestoken in het Mierenpark-project. Maar vergeet niet dat 40% van de investering in dit project van mij is. En denken jullie nou echt dat ik dat allemaal op het spel zou zetten als ik niet zeker zou weten dat wij Mierenpark gaan binnenhalen? Oké. Maar stel ons niet teleur. We doen ons best. Als u ons zou willen excuseren, heren, valt een hoop te doen. Rosa! Peter? Ja, tot ziens. Doe er goed aan Van Baarden. Zou ik zeker doen, dat is goed. Tot ziens. Kijk, tot ziens. Waarom ben je niet gewoon eerlijk? Ik ben eerlijk. Ja? Hoe gaat je dit nog lukken dan? Dat weet je niet. Wat weet je niet? Mijn jas. Maar vertel eens, wat weet je niet? Of mijn zoon wel naar behoren functioneert. Dat is typisch mijn vader, altijd op zoek naar verbeteringen. Laat jij mee, houdt maar even uit, natuurlijk. Ja, meneer Roelofs, ik spreek met Ludo Sanders. We hebben elkaar deze week een paar keer misgelopen. Ja, precies. Zullen we nog een gokje wagen? Ja, wat dacht u van vanmiddag bij mij thuis? Ik kan om 3 uur. Schikt dat? Ik zal er zijn. Goedemiddag. Sorry, waar waren we? Oh ja, wat ga ik de commissie adviseren? De toewijzing is volgende week. Vertel me iets wat ik niet weet, Roelofs. Ik moet dit grondig voorbereiden. Ik wil alleen jouw volledige toewijding. Die heb je. Ik kan geen kam meer op. Dat wil ik even horen. Goedemiddag, heren. Ik stoor toch niet, hoop ik? Mevrouw Afkamp. Integendeel. Nee, u wilde net vertrekken. We spreken elkaar na het weekend. Tot ziens. Ik meende dat jij begrepen had dat je met hem geen afspraken kon maken hier op kantoor. Wij mogen op geen enkele manier in verband gebracht worden met deze man. Willen wij Mierenpark of niet? Ik wil niet dat jij stomme dingen doet. Hij eet uit mijn hand. Fantastisch. Hou er zo. Maar niet hier op kantoor. Vorige week was hij nog de grootste schoft van de wereld. En nou hou je ineens weer van hem. Ik ben naar mijn werk. Mooi. Valerie, geef je wel even een lift. Nee, want wij zijn nog niet uitgepraat. Oh. Hey, ga maar niet naar binnen, want die zusjes vliegen elkaar weer in de haar. Wat nu weer? Valerie probeert uit te leggen waarom ze weer samen hokt met Robert. Hij heeft het niet expres gedaan. Nee, maar hij heeft wel expres gelogen, maandenlang. We kunnen toch niet de rest van ons leven boos op hem blijven? Nou, Charlie blijft anders de rest van haar leven invalide. En ik begrijp echt niet dat uitgerekend jij, de eigen moeder, hem kan wat? Ze zit daar in de kamer. Charlie, liever. Wat? Niet hard zetten, hè? Zo slecht voor je oren. Als ik hem zachter zet, dan hoor ik niks vanwege jullie geschil. Zijn jullie uitgeruzied? Ja, en ik wilde net weggaan. Dag. Blijf je nou de rest van je leven met haar bek vechten omdat ze terug is bij Robert? Vorige week was ze nog woedend op hem. En nu niet meer. En ik ook niet meer, trouwens. Waarom moet je toch altijd zo koppig zijn? Ik ben nou helemaal koppig. Jij maakt gewoon graag ruzie, hè? Ja. Is het niet met Jeff, dan is het wel met Valerie.
word er gek van. Ja, voor dit bedrag kunnen wij amper een campagne maken. Oh, Robert. Dit is Anouk. Anouk de Ruiter. Robert Albert. Broer en zakelijk partner. Begin je altijd om 3 uur? Ik heb een poosje vrij gehad. Heb jij een rolletje plakband? Ja. Mag ik je een tip geven? Yoga. Yoga? Beste medicijn tegen de stress en een burn-out. Oh, heb je ogenblikje? Anouk de Ruiter. Hi, how are you? Als hier iemand een stress krijgt, dan ben ik het wel. Ik word gek van dat mens. Wel mooie benen. Ja, het is alleen jammer dat ze zo onuitstaanbaar is. Ja, jammer dat ik weer aan de vrouw ben. Valerie is bij me terug. Oh, nou, dat is alleen maar goed. Hé, hey, gaat alles goed met je? Het is zo moeilijk met Dennis. Eerst ziet hij helemaal af van Sil en nou eist hij... Hij heeft toch niks te eisen? Hij kan alles eisen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ga even mee naar boven. Eerst kom je naar beneden, nu ga je weer naar boven. Zo blijf je overspannen. Maak een keuze, hou je eraan. Oh, Anouk de Ruiter. Laura Selmhorst. Goed, waar waren we? Jij vindt dat ik te weinig geld bied en ik vind dat natuurlijk onzin. En toen ben je weggegaan? Ja, zoiets. Zij heeft me eruit gegooid nadat ik gedreigd heb om naar de rechter te stappen. Je had Sil gewoon mee moeten nemen. En ik heb altijd gezegd dat ik een rechtszaak wil voorkomen. De advocaat heeft gezegd dat je recht hebt op een omgangsregeling, op zijn minst. Als Laura daar problemen mee heeft, dan is dat niet jouw schuld. Dat is zo, maar ik had Sil een jeugd willen geven met een vader en een moeder. Een gelukkig gezin. En nu staan ze ouders lijnrecht tegenover elkaar. Nou, gelukkig is hij nog te jong om er iets van te begrijpen. Ja, is dat zo? En als hij straks oud genoeg is om het te begrijpen, wat moet ik dan zeggen? Als jij nu niks onderneemt, dan valt er niks te zeggen. Want dan is hij al lang uit je leven verdwenen. Waarom gooi je niet met hem op een akkoordje? Omdat Sil mijn zoon is. Ik wil hem niet delen met... zomaar iemand anders. Maar Dennis is dan niet zomaar iemand anders? Hij is niet de vader. Officieel wel. En hij houdt van Sil. Ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is voor hem om afstand te doen. Het is toch eigenlijk raar? Precies wat jullie bindt, de liefde voor Sil, dat draait jullie uit elkaar. Volgens mij zijn we al uit elkaar, hoor. Op deze manier wordt de strijd alleen maar harder. Ja. Jij vindt dat ik er geen zaak van moet maken. Stel nou dat ik in jouw positie zat. En ik zou naar jou toe komen voor advies, als je nog advocaat was geweest. Wat zou je dan zeggen? Denkend aan het belang van het kind? Ja. Kom tot een vergelijk, regel het onderling. Dat bedoel ik. Ja, Dennis. Met Laura. Et voilà. Ah, dat is het echte werk. Ja, die haal ik persoonlijk uit Havana. Die zijn niet te krijgen in Nederland. En al waren ze dat, dan zijn ze onbetaalbaar. Niet voor u. Wat bedoelt u? Ik weet een manier waarop u heel snel heel veel geld kan verdienen. U helpt mij aan het Merenparkproject. En ik... U probeert mij om te kopen. Ik doe zaken. Sorry, maar aan dit soort praktijken wens ik niet mee te werken. Geld interesseert mij niet. Oh nee? Wat heeft Nick van der Heijden u geboden? Waar heeft u het over? Ik heb nog meer te doen, meneer Sanders. Maar ik dank u voor dit hartelijk ontvangst. Nou, luister. Als cashgeld een probleem is, dan kunnen we ook natuurlijk iets anders regelen. Over alles valt te praten. U insinueert dat ik te koop ben. Nee, ik schat u in als een ambitieus man. Ik kan het niet anders zien als een belediging. Meneer Sanders, u hebt gegokt en verloren. Legt u zich daarop neer, voor uw eigen gemoedsrust. Als ik nog iets kan doen voor uw gemoedsrust, dan weet u mijn nummer. Dus dat project kan jou niet meer ontgaan? En als jij meedoet, levert je dat een enorme smak geld op. Ik weet het niet. Meerdere giganten strijden voor deze opdracht. En jij biedt het me op een presenteerblaadje aan. Hoe kom je aan die zekerheid? Ik ga je toch ook niet vragen hoe dat je dat fortuin gaat opmaken.
Wat gaan we doen? Gaan we samenwerken of niet? Je hebt wel lef, dat mag ik wel. Misschien moet ik wat risico nemen. Risico? Wie heeft het hier over risico? Zeg, vriend, doe ons een flesje champagne. Kijk. Hey, dat je hier met die man gaat zitten, moet je zelf weten. Maar ik bedien hem niet. Nou, als dat zo is, dan kun je op zoek naar een andere baan, jongen. Misschien kunnen we beter ergens anders heen gaan. Nou, ik weet nog wel een leuke tent in Zuid-Afrika. Daar ga jij maar van zitten. Ik kom er zo aan. Hey, vorige week was je nog de duivel hemzelf en nu loop je weer arm in arm. Ik ben blij dat je zo met mijn privéleven bemoeit, maar jouw goed bedoelde advies... Hey, het gaat hier niet om jou of om mij, maar om Charlie. Charlie heeft geen problemen met Robert, dus hou alsjeblieft je mond. Nee, ze wil niet meer herinnerd worden aan het ongeluk. Ze doet alsof haar hele leven oké is en alsof Robert er niks heeft aangedaan. Maar denk je nou echt dat ze gelukkig is? Zou zoiets niet een beetje overdreven overkomen op zo'n rechter? Nee, geweldig juist. Je moet vaker pakken dragen. Ja. Ze heeft gelijk. Het staat je goed. Pascal, zou je ons even alleen kunnen laten? Pascal gaat nergens heen. Zij woont hier. Nee, het is oké. Dank je. Wat mij betreft komt er geen rechtszaak. Jij hebt ook het recht om te zien. Oh, jij bent er blijkbaar achter dat je weinig kans maakt op volledige voogdij? Ik ben erachter dat ik jouw ziel niet kan onthouden. Nou, je kunt op zijn minst een beetje blij zijn. Of liever nog dankbaar. Dankbaar dat ik mijn zoon mag zien en naar mij om mag gaan. Inderdaad. Jij denkt dat je sterk staat. In feite heb je helemaal niets. Ik ken het wereldje. Ik heb de allerbeste advocaten genomen die er is. En als ik wil, laat ik niets van je heel. Waarom zie je er dan toch vanaf? Moet ik dat een kind van gescheiden ouders nog uitleggen? Wat wil je precies? Een vriendschappelijke regeling. En dat houdt in? Daar moeten we verder nog over praten. Ja, het is allemaal heel leuk en aardig, maar laat ik wil nou mij eens... nou even nee, uitpraten. Ik ben het uitstel zat. Ik wil weten wanneer ik nou Sil een keer mag zien. Luister nou naar me. Ik heb zijn kleertjes bij me en zijn beer. En als jij wil, dan kan je vanaf nu kan je mijn tijdje bij je hebben. En nu wil Dennis ineens weer wel de voogdij over Sil. Ja, wat maakt die gozer zich toch druk om zo'n wandelende poepluier? Dat begrijp je als je zelf later vader bent, schat. Ah, please. Ja, ik begrijp echt niet dat Robert niks met Sil te maken wil hebben. Robert wordt op het ogenblik in beslag genomen door de liefde. Valerie en hij zijn weer bij elkaar. Daar ben jij zeker heel blij om. Ik gun Robert een gelukkig leven, ja. Ja, dat gun ik hem ook, maar dan wel in de gevangenis. Oh, omdat hij één keer een erge fout heeft gemaakt, mag hij geen partner meer hebben? Hij moet lekker doen wat hij wil. Maar ik begrijp Valerie niet. Hij heeft er spijt van. En hij heeft niemand willen voorliegen. Het is gewoon gegaan zoals het gegaan is. Het is zo makkelijk om achteraf spijt te... Hou nou eens op, jullie! Sorry. En hou op met dat gesorry. Waarom maak je nou steeds ruzie over Robert? Ik heb hem vergeven, het was een stomme fout. En hij heeft het niet gezegd omdat hij zich schaamde. Mam? Ik vind het heel knap zoals jij erover praat, maar... Maar jij kunt het niet. Misschien komt dat nog. Ik heb hem bij Dennis achtergelaten. Ja. Dennis en zij gaan om en om voor Sil zorgen. Oh, is dat nu al geregeld? Ik dacht dat jullie eerst nog... Ik wil toch van de rechtszaak afzien. Oh. Heb je daar wel goed over nagedacht? Ja, en ik ben heel blij dat ik deze beslissing heb genomen. Ja, maar hoe ben je tot die keuze gekomen? Sil mag er niet het slachtoffer van worden. Dat zal wel, maar jij bent toch zijn moeder? Dus waarom zou Dennis zich met de opvoeding moeten bemoeien? Omdat hij er recht op heeft. Het lijkt mij allesbehalve uitgesloten dat jij aanspraak kan maken op een volledige voogdij. Hoe groot is die kans? Ik ben in therapie geweest. Ik heb hem min of meer ontvoerd. En ze heeft jou voorgelogen dat jij de vader bent.
En daar komt nog eens bij dat jij een stabiele relatie hebt en zij niet. Ik ben net zo vrijgezel als Laura. Pascal is een huisgenoot. En een goede vriendin. Oh, dat is jammer. Kortom, volledige voogdij kan ik wel op mijn buik schrijven. Dus als ik wel een relatie had gehad, dan waren mijn kansen groter geweest? Man, wees nou maar blij dat die roedels niet op je aanbod is ingegaan. Dit kost me miljoenen, hoe kan ik er nou blij mee zijn? Omdat we op deze manier toch nog die opdracht op een eerlijke manier kunnen binnenslepen. Weet je, jij bent soms echt ontroerend naïef. Omdat ik het eerlijk wil spelen? De hele wereld hangt aan elkaar van een handjeklap. Zolang je dat niet doorhebt, wordt het helemaal niks met jou. Of het wat met mij gaat worden, heeft helemaal niks met zakelijk succes te maken. Nick gaat over lijken als het moet. Oh, dus ik moet net zo worden als Nick? Laat me niet op de kast jagen, man. Nou, zeg het maar. Zeg het maar. Wat moeten wij doen, zodat zij ons alsnog meer een park toewijden? Als je even je mond houdt, ga ik erover nadenken. Moeten we Nick neersteken? Moeten we die roelofs ontvoeren? Nee, we steken Halfworks in de brand. Dat moeten we doen. Prima, Stefano. Je gaat het helemaal maken, jongen. Dat is wel grappig, hè? Zoals het er nu voor staat, wordt het helemaal niks met Atlantrix. Dus ook niet met jou en met mij. Ze doet gewoon niet alsof ik een landverrader aan de haak heb geslagen. Heb je er spijt van? Nee, dat niet, maar... Volgens mij kunnen wij beter ergens anders naartoe gaan. Nee, waarom? We kunnen niet blijven weglopen. Of vind je dat ik moet verhuizen? Robert, alsjeblieft. En als je dan misgooit? Ik gooi niet mis, ik gooi hartstikke goed. Nou, Charlie, ik kan me niet herinneren dat jij het bord uit je geraakt hebt. Hey. Hey. Zin om te darten? Nee, ik denk dat wij even wat gaan drinken in de Roosboom. Oh, waarom? Nou, omdat niet iedereen hier onze aanwezigheid op prijs stelt. Juist wel. Wat willen jullie drinken? Robert, wat wil jij? Een kopje koffie. Valerie? Nou, ook maar. Morgens wil jij het even halen? Twee koffie en een cola voor mij. Morgens en ik zijn ontzettend blij dat jullie weer bij elkaar zijn. Hé, broer? Hij is eigenlijk heel blij, hoor. Ik had het alleen moeilijk uit. Ik wil reserveren. Voor volgende week. Ik weet dat ik laat ben. Desnoods betaal ik extra. Mevrouw de commissaris. Leden van de commissie Ruimtelijke Ordening. Dames en heren van de pers. Het doet mij groot genoegen dat het Mierenparkproject deze mooie maandagmiddag toegewezen is aan Halfworks BV. Kan het iets eerder? Check het even alsjeblieft. Gezien de experts die wij om ons heen verzameld hebben op het gebied van projectontwikkeling, verbaast het ons niet dat u onze plannen heeft verkozen boven die van Atlantrix. Een bedrijf wat wij overigens zeer hoog achten. Maar er kan er maar één de beste zijn. Aanstaande maandag, ja. 'S middags? Business class ook goed. Ik reis alleen, ja. Mevrouw, ik ben een gelukkig mens. Ik wist wel dat het goed zou komen. Robert en Valerie die passen al goed bij elkaar. Oh ja hoor. En tot er weer iets. Kijk, een ongeluk bijvoorbeeld, waardoor iemand in een rolstoel raakt of erger. Waarom doe je nou zo? Ik dacht dat je blij voor ze was. Hey, ik vind alles best. Ik vind het heel knap dat jij je zo snel overal overheen zet. Nou, als jij dat nou ook doet, dan heeft niemand een probleem. Nou, behalve je verloofde dan. Mm. Die draait wel bij. Ik wil dat Robert en Valerie samen op de bruiloft komen. Succes. Je hebt nog 2 maanden de tijd om hem zover te krijgen dat hij het ook goed vindt. 4 weken. Ja, Milo heeft de datum naar voren gezet. Ik kon niet langer wachten. Nou, dat klinkt meer als iemand die bang is dat hij zich misschien bedenkt. Slaap dat nou weer op. Hey, ja. Waarom wil je anders zo snel mogelijk dat trouwbriefje hebben? Het is jammer dat je zelf geen vriendinnetje hebt, maar dan hoef je het voor mij nog niet te verpesten. Hey, ik zeg al... Ik kom volgende week dinsdag aan op Aruba. Ik weet niet hoe lang dat ik blijf. Zorg er gewoon voor dat ik een kamer heb met zeezicht. Ik bel je terug. Ga je reisje maken? Een lang weekendje Ibiza om het Merenpark succes te vieren. En waar ga jij je verlies verwerken? Hier aan de bar? Ik wil er alleen maar een lang weekendje van. Als je nou eventjes naar mij luistert. Dan hoef ik niks te verwerken aan de bar en dan kun jij gaan overwinteren op Ibiza. Ik luister. Volgens mij moeten wij alsnog gaan samenwerken.
Met mijn know-how en met jouw contacten gaan we gewoon een hele hoop geld verdienen. Je hebt je kans gehad. Ik ben al met iemand anders in zee gegaan. Nou ja, dat is dan sowieso iemand die tweede keus was. Afspraak is afspraak. Ik kan die man niet teleurstellen. Nee, begrijp. Oké, dan niet. Speel maar even mee, man. Je bent net zo goed als ik dat jij me nodig hebt. Wat wil je hebben? Je hebt veiligheidsmannen in dienst, hè? Ik wil dat ze mij beschermen tegen Martina Hafkamp. Nou, dat valt wel te regelen. Een helft van jouw aandelen in Medenpark. Take it or leave it. Het mooiste was de olifant, die dagen voortzoekt door het land. Als een paard slaat hij de vliegen met zijn staart. Ik voel mij koning op zijn rug, hij brengt mij heen en ook weer terug. Ja. Het rijmt. Vind je het wat? Nou, ja, het is natuurlijk wat anders. Oh, je bent jaloers, hè? Omdat jij niet zo kunt schrijven. Nou, ik ga maar naar Jessenin. Die heeft meer kennis van zaken dan jij. Waar ben jij mee bezig?